Hallo allemaal, ik ben Carla en ik ga verder met het eindexamen van Latijn 2024. Hannibal van Livius ab urbe condita. Eerst maar weer even alle kleurtjes en het splitsen. Haec is een accetivus, zou ook een nominativus vrouwelijk kunnen zijn, maar het gaat over Scipio en Syphax, dat zijn mannen. Het zou ook een onzijdig meervoud kunnen zijn, maar het werkwoord dat hier staat is een enkelvoudsvorm, dus die keer zet. Dus haec kan geen nominativus meervoud zijn. Ostili is een ablativus. En hoort bij odio. Denk eraan, ik zie nu non modo sed etiam. Non modo sed etiam betekent niet alleen maar ook. Denk eraan, dus dan ga niet modo apart doen. Modo kan van manier komen, maar als ik non modo sed etiam zie, of soms non modo sed. Dan weet ik, oké, dat is die combinatie en betekent niet alleen maar ook. Amoris is een genitivus. Stimulis is een ablativus. Amatam is een accusativus. Apud aemulum is een accusativus. Cernens is een nominativus. En er staat cum, dus dit is een bijzin. Dan komt de hoofdzin. Mediocri cura is een ablativus. Scipionis is een genitivus. En animum accusativus. En pepulit is een PV. Nou, het eerste zinnetje begint met toen. Even opschrijven omdat ik dat om de een of andere reden vergeet ik dat snel. Toen. En het is een bijzin. Oké. Kernens is zich voorstellend, eigenlijk ziende, maar hier moet je vertalen met zich voorstellend, zich iets voorstellen. En hij had iets gezegd. Dix is het. Nou, een leidend voorwerp bij zich voorstellend is in dit geval amatam. Zijn geliefde. Je kunt ook zeggen, waarom hoort het dan niet bij Dixisset? Nou, Amatam staat voor Cernens. En dat betekent dat hij dus ook bij Cernens hoort. Als Amatam bij Dixisset had gezegd, een of andere ACI of zo, dan had het voorbij de cum gestaan. En bij hij had gezegd, dan kan natuurlijk ook een lijnvoorwerp bij komen. En dat is deze dingen. Dan kun je ook denken van, ja, maar dat staat er ook voor, toch, Quernens? Je kunt toch ook zeggen, hij had gezien, hij had dit gezien. Nou, gelukkig staat in de aantekeningen dat je dat met elkaar moet verbinden. Het is wel een vreselijk groot hyperbaton natuurlijk. Dus in eerste instantie denk je ook dat het bij Quernens hoort. Dus een heel groot hyperbaton met dus benadrukken van wat daar allemaal daarvoor gezegd is. Dat is de functie van de stijlfiguur, nadruk op dat woord wat de stijlfiguur vormt. Dan heb ik eigenlijk alles gehad, dus dan heb ik verder alleen maar aanvullingen. Maar eerst maar even de kern van de zin opschrijven, dat je mag niet veranderen. Dus dan krijg je, toen hij zich voorstelde, toen hij deze dingen had gezegd, eerst maar even de hoofdzin, terwijl hij zich voorstelde. Terwijl hij zich zijn geliefde voorstelde. Nou, er staan een heleboel andere dingen bij. Non solum, niet alleen hostili odio, op een vijandige manier letterlijk, maar dat. Op een vijandige haat, met een vijandige haat, maar ze zeggen dat je de vijandig hier moet vertalen met voor een vijand. Dus niet alleen uit haat, wij zeggen uit haat, voor een vijand. Er staat in de aantekening eigenlijk uit een vijandige haat, maar ook stimulies door de stimulies amoris, de prikkelingen van de liefde is vrij vertaald wat in de aantekeningen staat.
gevoelens van jaloezie. Dan hebben we nog Abut Aymulum bij zijn rivaal. En dat zijn dus zo te zien allemaal aantekeningen. Nee, dat kan ik niet zeggen. Dan moet je dus vragen, van waar horen deze dan bij? Het lijkt alsof het allemaal bij Kernens hoort. Het zou alle twee kunnen, denk ik. Zodra hij deze dingen had gezegd, niet alleen uit haat, maar voor zijn vijand, maar ook door gevoelens van jaloezie. In ieder geval is wel duidelijk dat die bij zijn geliefde, die wordt Armatam Kernens, dat hoort echt bij elkaar. Dus dat is een aanvulling bij zich voorstellend. Omdat Armatam en Kernens, Armatam is echt het lijnvoorwerp bij Kernens en Abut Aymulum wordt daardoor opgesloten. Dus dan doen we dat zomaar, terwijl hij deze dingen had gezegd. Niet alleen uit haat voor een vijand, maar ook door gevoelens van jaloezie. Deze op kan natuurlijk weg. Terwijl hij zich zijn geliefde voorstelde bij zijn rivaal. Nou, dat is de bijzin. Wat gebeurt er dan? Pepulit. Het heeft verontrust. Leidend voorwerp bij heeft verontrust. Is de geest van Scipio. En dan hebben we nog niet en met een geringe zorg. Dat is een makkelijk zinnetje. Dus heeft het de geest van Scipio, datgene wat hij allemaal zegt, met een niet geringe zorg. Ik denk dat de niet bij de mediocre hoort, met een niet geringe zorg verontrust. Hij maakt zich dus grote zorgen. Volgende stukje is weer een lange zin. En die moeten dus weer een aantal stukken verdelen. Fidem is een activus. Criminibus is hier een dativus. Dat wordt wel ergens aangekondigd dat er een dativus bij hoort. Namelijk bij, kijk maar in de aantekeningen. Vakjeband, fidem plus dativus. Raptai is een nominativus. Staat gelukkig ook in de aantekeningen dat dat een nominativus moet zijn. Interarma is een activus. Nuptiai hoort bij raptai. Hyperbaton is een nominativus. Consulto is een ablativus. PPP van consultare. Niet van consultum laten komen, want dan kom je er niet uit. Expectato is ook een PPP, daarom kun je denken van oké, consulto moet het dan ook zijn. Nekwe, verbindt twee gelijkwaardige dingen. Dus als expectato een PPP is, moet consulto het ook zijn. En het komt dus van consultare. Ik heb het opgezocht, ik dacht er ook even niet aan. Ik zat er ook mee te rotzooien. Lelio is ook een ablativus. Faciëband is een PV. Tamque praeceps fascinatio is ook nog een onderwerp achteraf. En dan krijgen we ut. Ut is weer een voegwoordje van een bijzin, maar pas op, er staat daarna quo. En quo is relativum, dus dat betekent dat na die ut stopt die ut-zin en komt er eerst een quo-zin. Quo die is een ablativus. Captam hostem is een activus. Fidicet is een PV, dus de PV van de quo die. Nou kom, rood. En dan hebben we de rest van de oetzin, want die was nog helemaal niet gestart eigenlijk. Zo. Eiodem matrimonio is een ablativus. Junctam is een activus.
Akipret.pv. Et is een nieuwe zin en dat is het vervolg van een oetzin. Denk eraan, oet verbindt twee gelijkwaardige dingen. En altijd even controleren, hier staat de conjunctivus imperfectum en hier ook. Dus ja, het is een voortzetting van een oetzin. Appenates is een accusativus. Hostis is een... Hostis sui is een genitivus. En nuptiale sacrum is een accusativus. Nou, dan gaan we beginnen. De raptai, nuptiae en praecaps destinatio is het onderwerp. Dus, het in allerijl geen hoofdletters alsjeblieft. Het in allerijl gesloten huwelijk. En de overhaaste spoed, beetje pleonastisch, maakten. Nou, lijn voorwerp bij maakten is dividem. En dat betekent hier geloofwaardig, dus niet trouw, maar hier betekent het geloofwaardig. En er moet een dativus bij. Staat in de aantekeningen. Oké, de aanvulling dan bij geloofwaardig, dat is die dativus, is criminibus, de beschuldigingen. Verder heb ik daar niks nodig. Dan krijgen we de rest van de woordjes en dan aanvulling bij raptai nuptiai zijn die woordjes die ertussenin staan. Dus aanvulling. Anders zouden ze niet opgesloten worden. Dus aanvulling bij het in allerijl gesloten huwelijk is bijna tussen de wapens. Nou, dan krijgen we nog. En het lijkt op een ablativus absolutus. Consulto en expectato zijn alle twee PPP's. In de ablativus met de zelfstandnaamwoord in de ablativus. Bijna nooit komt er een ablativus zonder voorzetsel met PPP's die niet een ablativus absolutus is voor. Dus ik gok op een ablativus absolutus. Dus nadat nog Lelius geraadpleegd was, was nog afgewacht was. Hij was er blijkbaar niet. En dan hebben we nog een aanvulling bij spoed. Is en zo. Want kijk maar, tamque que erachter is et ervoor, dus et tam praecaps. Alles bij elkaar wordt dat dus. En het in allerijl, bijna tussen de wapens, gesloten huwelijk. Huwelijk, allerijl. Waarom zegt hij allerijl? Is dat fout? Allerijl, is dat goed? Er moet een spatie tussen of zo. Ja. Nee, geen idee. In tussen de wapens gesloten huwelijk. Nadat nog Lelius geraadpleegd was, pleegd, nog afgewacht was, maakte de beschuldigingen geloofwaardig. En, ook, zal ik er bijna bij zeggen, om duidelijk te maken dat het onderwerp is, de zo overhaaste spoed. Zo overhaast, denk eraan, we hebben een zo in die zin staan, dus dan is de oet daarna weer dat. Eigenlijk zo dat, maar de zo staat al in de hoofdzin. Een conjunctivus van gevolg dus, zo dat is altijd gevolg. Dat. Nou, wat gebeurt er dan met die dat? Het onderwerp is akiperet. Hij had ontvangen.
Hij heeft ontvangen. Sorry. Hij heeft ontvangen. Wat heeft hij dan ontvangen? Lijn voor bij hij heeft ontvangen. Is de verbondene. Degene die verbonden was. Eodan matrimonio. Dat is dan de aanvulling. En dat betekent dan Eodem op dezelfde dag. En matrimonio in een huwelijk. Dus dan krijg je dat hij op dezelfde dag. En daar hoort dat relativumpje bij met quo. Haar nadat ze in een huwelijk verbonden was. Met hem natuurlijk verbonden was. Opnam. En die quo die, welke dag dan? Nou, dat wordt uitgelegd in de quo die zin. Op dezelfde dag. De quo die zin, onderwerp daarvoor is fidisset. En captam hostam is het lijnt voorwerp. Dus hij had gezien. Lijnt voorwerp bij hij had gezien. Is de gevangen genomen vijand. En quo die waarop. Dezelfde dag waarop. Dus op dezelfde dag waarop hij de gevangen genomen vijand. Men genomen vijand had gezien. Dus hij ziet haar en trouwt haar meteen die dag. En denk eraan dus dat hij haar onmiddellijk opneemt en ad penates conficeret. Conficeret betekent hij volbracht. Nou, wat volbracht hij nou? Lijnt voor bij hij volbracht. Is het huwelijksoffer. En dan staat er nog bij. En denk eraan dat je daar de dat bij moet denken. En dan krijg je beide penaten van zijn vijand. Want zij hoorden bij de vijand. Dus hier, nuptiale sacrum, het huwelijksoffer bij de penaten van zijn vijand. Dus, en dat hoef je niet in het Nederlands per se te herhalen, maar als je bang bent dat je het als een hoofdzin doet, kun je het wel doen. En dat hij bij de penaten van zijn vijand het huwelijksoffer volbracht. Nou, Scipio is daar niet zo blij mee. Hij vindt hem maar zwak. Kijk maar naar het volgende. Feodiora is een nominatieve samen met haik. Filibantur is een PV. Scipioni dativus. Quod is een voegwoordje van een bijzin. Ipsum is een axtivus. Net zoals juvenem. In Hispania ablativus. Denk eraan, wordt opgesloten door die twee woorden, dus die hoort er ook per se bij. Nullius is een genitivus. En hyperbaton, denk eraan, want captivae hoort daarbij. Forma is een ablativus, nominativus, sorry. En pepulerat is een PV. Dus Fediora haec filibantur. Dit is geen schandelijker. Deze dingen, even duidelijk maken waarom er meervoud staat, schenen schandelijker. Meewerkend voorwerp bij schenen is Scipio. En we hebben nog Eo. Aanvulling is een N. En dan een aanvulling bij de comparatives. Eo betekent des te
hier niet een ablatieve maken. Des te. Als er een comparatieve staat en er staat eeuw voor, is het des te schandelijker. Dus, deze dingen schenen voor Scipio des te schandelijker. En dan niet dat, want wat die dingen zijn is al uitgelegd hiervoor, maar quod kan ook omdat betekenen. En pepulerat is forma pepulerat, betekent de schoonheid. Daar staat de genitief bij van geen enkele gevangene, vrouwelijke gevangene, denk eraan, want er staat captivai, van geen enkele gevangene had indruk gemaakt op plus activis. Nou, aanvulling bij had indruk gemaakt op is een activis blijkbaar en dan krijg je dus hemzelf. Ipsum, en dan staat er in de aantekeningen bij dat je de jonge man predicatief moet vertalen. En dat doe je met alles. Als jonge man. En wanneer was hij dan een jonge man? Aanvulling bij jonge man. Want denk eraan, die twee woorden, ipsum en jonge man, sluiten het op. Is in Spanje. Dus toen hij als jongeman in Spanje was. Niet gewoon in Spanje, maar toen hij een jongeman was in Spanje. Omdat de schoonheid, als bij elkaar nu, van geen enkele gevangene indruk gemaakt had op Scipio, op hemzelf. Op hemzelf als jongeman in Spanje. In het Nederlands is het nou dubbelzinnig. Maar oké, onthoud dat het dus, hij was als jongman in Spanje. Dit was het. Ik hoop dat dit veel duidelijk gemaakt heeft en ik zie jullie graag terug de volgende keer.